In ons land Suriname hebben wij heel wat problemen. Behalve de crisissituatie of het financiële situatie in Suriname, hebben wij ook een heel groot probleem met beschermende dieren en ook met ons milieu. Daarom zijn we vandaag bij de heer Erlan Sleur die ons zal vertellen wat ProBios inhoudt, want hij is de voortrekker van ProBios. Dus hij zal ons vertellen wat ProBios inhoudt en wat ProBios allemaal doet. Kijkers, wij brengen u de heer Sleur. Kijkers, we zijn hier met de heer Erlan Sleur, de founder van ProBios. Hoe gaat het met u, meneer Erlan? Dag. Ja, met mij gaat het persoonlijk goed. Maar iedereen kan zien wat er in ons land gebeurt en dat baart ons heel veel zorgen. Meneer Erlan, we horen vaker van ProBios. Wat is ProBios precies? ProBios is een milieuorganisatie die in 2009 is opgericht nadat ik bij Stinasi en het NIMOS eigenlijk gefrustreerd ben weggelopen. Ik ben niet gefrustreerd in de zin van dat ik nog steeds, we zien heel veel dingen gebeuren. Mijn achtergrond is biologie, biochemie en toxicologie. Dus de leer van gifstoffen in het lichaam. En ja, ik weet dat er heel veel gebeurt in ons binnenland. En ook hier in de stad met die goudopkoopbedrijven, Kwik, noem maar op. En heel veel cyanide nu. Maar ook die ontbossing, het beschermen van de dieren. Onze natuurparken zijn niet veilig, want het zit vol met goudzoekers. En dat heeft heel veel frustraties bij mij gebracht in de tijd dat ik bij Stinasi werkte. Die blinde muren, dat troebele water, geen cijfers, allerlei belangen. En ik dacht van, nee, dit moet aangepakt worden. En ja, ik zag vooral dat er weinig gedaan kon worden door de bestaande NGO's. En ik dacht van, we hebben een NGO nodig die echt ook zaken naar buiten durft te brengen. Ook durft te spreken. Niet afhankelijk is. Wij zijn totaal onafhankelijk. Geen enkel bedrijf of overheid moet ons komen vertellen dat we dit en dat niet mogen zeggen. En dat zien wij dus niet bij heel veel andere organisaties hier. Dus vandaar dus dat wij en als ik zeg wij, dan is het mij als voortrekker. Maar ook heel veel mensen die op de achtergrond van informanten, van vrijwilligers die ons werk helpen met allerlei activiteiten. En ook de journalisten zoals jullie natuurlijk, die ons helpen om de misstanden in ons binnenland weer te geven. En vandaar dus dat wij zijn opgericht in 2009 en met de bedoeling om de bossen te beschermen, maar ook ons leven hier, de gezondheid van ons mensen. Vandaar dus, dat is ProBios. Meneer Erlan, zoals we weten, u sprak daarnet over bos. We zien op grootschalig houtkap, ook goudmijn. Maar wat brengt dat voor u? Heeft u intussen al een plan om deze dingen te bestrijden? Of ja, laat zeggen, op een correcte manier dat ze allemaal geschieden? Nou, het bestrijden hiervan gaat moeilijk natuurlijk, want het gaat om belangen. Mensen die in de politiek zitten, in het beleid en noem maar op. Ik krijg heel veel getuigenissen. Informanten die vertellen wat er in de houtkapsector gebeurt, wat er in de goudvelden gebeurt. Wij gaan ook kijken en we zien dus dat er instanties van de overheid meewerken om het kwikgebruik verder te laten gebeuren. Het cyanide zelfs ook verder te laten gebeuren. Het wordt niet gestopt, ondanks de vele gevaren voor de gezondheid en voor de biodiversiteit. Dus ja, het is heel belangrijk voor ons dat wij dit soort zaken naar buiten kunnen brengen. Want als niemand wat zegt, dan gaat het door en dan zijn wij onze bossen kwijt. En morgen ben jij ziek en je weet niet waardoor je ziek bent geworden. En dat kan door kwik zijn, kan ook door cyanide zijn. Maar na cyanide dat je dit meteen. Dat hebben we ook al eerder gezien. Alleen er wordt geen onderzoek naar gedaan. Dus wij willen zoveel mogelijk dit soort zaken naar buiten brengen. Meneer Erlan, we weten al een tijdje dat je bepaalde gebieden niet mag vissen, want die vissen bevatten kwik. En als je dat ook inneemt, krijg je dat ook in je lichaam. Maar hoe kan men dan, of doet ProBios ook naar zulke onderzoeken? Nou, wij hebben niet de capaciteit om grootschalig onderzoek te doen. Daarvoor heb je heel veel niet alleen geld nodig, maar ook een groot laboratorium. We hebben een klein laboratorium, we kunnen wat testen doen. Maar echt het grootschalige werk wordt vaak gedaan door universiteiten en instituten. Veelal ondersteund door buitenlandse instituten. En die rapporten zijn er.
En die gebruiken wij om de informatie naar buiten te brengen. Vele van deze rapporten zijn gemaakt al in 2006, 2007 en een paar jaar later. Maar ze liggen allemaal onder in een la. En als wij die informatie hebben en het wordt niet gebruikt, dan mag je nog zo'n geweldige geleerde zijn of een universiteit of instituut. Je gebruikt die informatie niet. Het BOG gebruikt die informatie niet. Het ministerie van Volksgezondheid gebruikt die informatie niet. Het ministerie van Visserij, waarbij er aangetoond is dat er zoveel kwik in de vissen zit, die gebruikt die informatie niet om te zeggen van genoeg is genoeg. De mensen worden ziek. Onze visserij wordt zwaar aangetast, want die vissen kunnen nu niet meer gegeten worden. En dat is een aantasting van onze duurzame capaciteit. Duurzaam in de zin van, wij kunnen eigenlijk altijd onze vissen, konden de mensen eten. En nu kan dat niet meer. En dat gaat de komende honderden jaren een probleem zijn. En dat is vernietiging van je eigen kapitaal, je eigen integriteit. En het voortbestaan van de mensen in het binnenland. Want die mensen gaan ziek worden. Worden mensen met afwijkingen geboren, kinderen worden met afwijkingen geboren. Mensen gaan vroeger dementeren, ze komen in een... Dus je bent met zoveel zaken bezig die effect gaan hebben op onze gezondheid, ook op het sociale gebeuren hier in ons land. Mensen die blind worden geboren door kwikvergiftiging vanaf geboorte, die komen in een blindencentrum terecht. Er moet voor ze gezorgd worden, het kost ook allemaal geld. En hier wordt er helemaal niet over gepraat. Er wordt ook bij al die ministeries die betrokken zijn. En dat moet veranderen. En we hebben die oproep vaker gedaan, maar we zien gewoon dat er geen schot in komt. Af en toe wordt er wel door een minister gezegd, kwik is een probleem. Maar daarna is er geen vervolger. Je ziet niet of ze met voorlichting bezig zijn of dat ze proberen om daadwerkelijk het kwik ook te stoppen. En we weten dus dat er heel veel mooie praatjes zijn, maar de belangen van mensen die in de goudwinning zitten, die worden die mensen worden eigenlijk voorgetrokken. Die zijn prominent. En je ziet duidelijk dat er allerlei BS-verhalen opgehangen worden. We hebben een minister gehad in het verleden die zegt van kwik zit in de kop van vissen. Zolang je die kop niet eet, is er niks aan de hand. Die vis gewoon is te eten. Of er is iemand anders die op televisie zegt van als we moeten stoppen met kwik, moeten we ook geen auto's meer rijden. Want er zit ook kwik in de uitlaat van die auto's. Dus al dit soort dingen. En dat is allemaal op televisie gezegd. We hebben ook de bewijzen ervan. We zeggen niet zomaar. Dus alles wat ik hier zeg, kunnen we onderbouwen. En het is jammer dat wij dan beleidsmakers hebben die niet teruggefloten worden. Door geen enkele minister, niet door de president en noem maar op. En laatst, afgelopen jaar, hebben we natuurlijk het vreselijke gedoe met het cyanide gehad. En het gaat nog steeds door. Ook al heeft de president gezegd, er mogen geen chemicaliën gebruikt worden in de informele goudwinning. Wel in de industriële, want daar gaat het allemaal met veiligheidsprotocollen, cyanide en noem maar op. Maar in de informele goudsector heeft hij duidelijk gezegd dat er geen chemicaliën gebruikt mogen worden. En ga naar het binnenland. Eens die dat het overal gebruikt wordt. Kwik, we hebben ons gecommitteerd aan het Minamata-verdrag. Minamata is een plaatsje in Japan waar in de jaren 50, 60, 70 duizenden mensen vergiftigd zijn geworden door industrieel kwikafval. Dat gebloosd werd in de rivier, in de baai terecht kwam, waar die mensen hun vis aten. En heel langzaam maar zeker begonnen mensen, maar ook dieren, allerlei ziekteverschijnselen te vertonen. Hun gedrag werd vreemd, ze spraken vreemd, ze begonnen trillen. Er werden kinderen met allerlei afwijkingen geboren. En achteraf is men erachter gekomen dus dat het door kwik kwam. Hier hebben wij nu ons eigen Minamata, dat nu al aan het plaatsvinden is. Er worden al mensen, kinderen met afwijkingen geboren. Er zijn al mensen die met nierafwijkingen nu aan nierfalen lijden en vaak ook doodgaan. Want als je nieren niet meer werken, heb je of een nieuwe nier nodig of je moet gaan dialyseren. En in de meeste gevallen gaan de mensen dood, omdat ze vaak ook in het binnenland wonen. Zelfs met kinderen hebben we dat. Jullie kunnen een nierdeskundige, dat noemt men een nefroloog, kun je hier gaan navragen. Er zijn van die gevallen, maar die dingen komen niet naar buiten. Dus er zijn zoveel situaties al in ons land op te noemen, waarbij je ziet van dat er
problemen zijn. Maar uiteindelijk zie je dus dat onze overheid, onze president, toch weer de andere kant op kijkt. Want het cyanide gebeuren gaat nog geen gewoon door. 5 jaar geleden heeft de regering gezegd, we gaan kwik uitfaseren. En na 5 jaar moeten we stoppen. Nu zegt de president na 5 jaar precies hetzelfde. Dat we weer 5 tot 10 jaar nodig gaan hebben om kwik uit te faseren. Dat ding is niet 5 voor 12, het is al 5 over 12. Vissen zitten al vol met kwik. Mensen worden nu al vergiftigd. En daar zegt men niets over. En dat is jammer. En meneer Sleur, u had laatst ook een schoonmaaksdag op Bramspunt. Hoe is dat alles verlopen? Nou, we hebben vaker schoonmaakacties gehad op Bramspunt. We weten dat daar de zeeschildpadden komen. De Aitkanti, de Krapé, ook de karet hebben we dit jaar gezien. Helaas dood. Die dieren verdrinken ook als ze in vissersnetten terechtkomen. En helaas moeten we maar al te vaak dode zeeschildpadden constateren. De schoonmaakactie is natuurlijk bedoeld om de mensen bewuster te maken van ons milieu. We hebben heel veel vrijwilligers op de been gekregen om ons te komen helpen. En het is niet dat men gratis mee komt doen. Men geeft ook een eigen bijdrage. Want we hebben heel veel kosten. De boot moet betaald worden, voedsel en noem maar op. Dus je bent daar de hele dag bezig. En die mensen moeten natuurlijk ook eten en drinken. Ze nemen wel een flesje water mee, maar het is een leuke actie geweest. Je ziet duidelijk dus dat er wel stuurnamen zijn die van hun land houden. En als ik zo'n actie heb, dan hoef ik maar even dit te doen en de mensen staan klaar om te komen helpen. Maar wat ik net al noemde, ten eerste is natuurlijk heel veel vuil op het strand. Ten tweede hebben we heel veel vissers die daar eigenlijk met vissersnetten werken. En het legseizoen begint nu. Je kan zeggen, we zijn al bijna in februari. Officieel begint het in februari. Maar je hebt altijd al zeeschildpadden die vroeger hier aankomen om hun nest te komen maken. En dan gaan ze een gat graven, leggen hun eieren erin en gaan terug naar zee om misschien over 2-3 weken weer terug te komen om een nieuw nest te maken. Deze dieren hebben bijna een jaar over de zee gezworven. De green turtle of de krapé, die doet er 25 jaar over nadat hij geboren is, voordat het naar zijn geboortestrand terugkomt. Dus dat dier is 25 jaar ergens bij Brazilië of ergens waar er gras in de zee groeit, hebben ze daar rondgezwommen. Ze trekken duizenden kilometers en na 25 jaar weer het dier dat het hier geboren is, om dan terug te komen. Dat is dus het magische van de zeeschildpadden. Ze komen niet precies op dezelfde plek terug, maar het is vaak wel Suriname of Frans-Guyana. Het is dezelfde regio. En het is dan heel cru als deze dieren na zoveel jaren terugkomen en ze komen vast te zitten in een vissersnet. En ze verdrinken, want ze hebben geen kieuwen. Ze moeten ook naar boven komen om lucht te happen. Ze kunnen wel heel lang onder water blijven. Maar als ze eenmaal verstrikt raken in de vissersnetten, dan is het afgelopen. Dan verdrinken ze. En we hebben te vaak die krapees of andere zeeschildpadden verdronken gezien. Er is nog een ander schrijnend geval. Er was een leatherback, een hele grote leatherback, een Aitkanti. Die was voorzien van een zender. En men was het dier aan het volgen, helemaal in het noorden bij Europa, bij de oceaan, Atlantische Oceaan. Maar die dieren gaan helemaal naar richting Groenland bijna, Scandinavië. Dus dit gaat over 8-10.000 kilometer dat die dieren ver weg zwemmen, overal naartoe gaan. En die mensen konden die Aitkanti konden ze met een zender volgen. En hij kwam naar Suriname, dus om haar nest te maken. En er was een moment dus dat die zender niet meer bewoog. Want ze konden dat volgen met een GPS-satelliet tracking systeem. En men is onderzoek gaan doen en dat dier was verdronken in een vissersnet bij Coroni. En dat is dan heel triest als je dat gewoon ook zo ziet. Dat het dier zoveel moeite heeft gedaan om haar nest te komen maken. En dan verdrinken ze. En het is dit is dan in beeld gebracht. Maar dit gaat om duizenden zeeschildpadden die op dezelfde manier eigenlijk verdrinken. En
ja, die actie op zich, die schoonmaakactie was geslaagd. Maar we vragen ook de overheid en de burgers van Suriname, de vissers vooral, ga daar niet vissen met je net. En de overheid, leg restricties op dat er geen netten daar voor de legstranden komen. En dat, waardoor die dieren verdrinken. De zeeschildpadden zijn niet alleen belangrijk als dieren dat ze al zo lang op aarde zijn. En dat ze heel veel magisch in zich hebben. Ze weten precies welk strand terug moeten komen. Als die babytjes geboren zijn, dan weten ze precies dat ze naar de zee toe moeten. Ze wachten totdat het donker wordt om uit het nest te breken normaal. Soms heb je geluk, dan kan je overdag een nestje zien uitkomen. Maar meestal gebeurt het 's nachts. Dus die dieren zijn ingebouwd met een bepaalde intelligentie. En die intelligentie heeft zich in 100 miljoen jaar ontwikkeld. Dat die dieren bestaan, 100 miljoen. Je moet je voorstellen, de moderne mens bestaat nog geen miljoen jaar. De moderne mens zoals jij en ik. Eigenlijk een paar honderdduizend jaar. En deze dieren hebben zich 100 miljoen jaar al ontwikkeld. En hebben iets, ik bedoel, jij kan als baby, weet je niks. Je weet je voedsel niet te zoeken, je weet niet te lopen, je weet eigenlijk niks. Maar deze babyschildpadjes, vanaf het begin weten ze al te, ze weten te rennen, ze weten te zwemmen, ze weten precies welke kant ze op moeten, ze weten precies welke oceaanstromingen ze moeten hebben om bijvoorbeeld bij de zee van Saragossa terecht te komen. Je hebt grote stromingen in de oceaan, die gebruiken ze als een soort highway om snel op hun plek te komen, want het gaat om duizenden kilometer en die beestjes zijn maar zo groot. Ja, ja. Dus je moet je voorstellen hoe deze dieren al van tevoren, ik vind het een beetje ongegeneerd om te zeggen, ik vind het niet netjes om te zeggen dat ze geprogrammeerd zijn, want een computer programmeer je. Maar hoe komt het dat die dieren zoveel kennis en verstand en intelligentie al hebben om te manoeuvreren naar de plek waar ze veilig zijn en om na een x aantal jaren terug te komen? Of in ieder geval, er is zoveel magisch om deze dieren heen. En dat, er is zoveel onderzoek ook gedaan. En wij willen natuurlijk ook dat deze dieren terugkomen op onze stranden. En helaas zien we dat ze of verdrinken. En daarnaast natuurlijk de duizenden eieren, de duizenden nesten die ze maken hier. Nou, ik wil niet zeggen duizenden nesten. Het zijn wel duizenden nesten. Maar die worden ook nog een keertje leeggeroofd. Dus wij als mens zijn verantwoordelijk voor het bedreigen, voor het voortbestaan van de zeeschildpadden. En natuurlijk willen wij met die schoonmaakactie een duidelijk signaal geven van hoe belangrijk deze dieren zijn voor Suriname. En de vrijwilligers die massaal opkomen of willen komen helpen, die maken ook een duidelijk punt naar de overheid, naar de vissers. Iedereen die eigenlijk meedoet om het voortbestaan van de zeeschildpadden te bedreigen. En de overheid heeft daarin een hele duidelijke rol in te spelen. Maar ook de burgers van Suriname, onze Surinamangs. Dus daar willen wij een duidelijk punt in maken ook. Van laten we de dieren beschermen. Ze zijn belangrijk. Heel veel mensen komen duizenden kilometers vanuit verre landen aanvliegen om naar de zeeschildpadden te kijken. In het hele Caribisch gebied zijn eigenlijk Suriname en een paar stranden in Brazilië en Frans-Guyana nog geschikt voor de zeeschildpadden. Al die andere eilanden kunnen ze bijna niet meer komen. Je ziet wel dat er een paar naar Aruba komen of een paar naar. Maar die stranden zijn volgebouwd met hotels en allerlei toerisme. Dus die dieren zijn daar bijna niet meer welkom. Ze worden gedesoriënteerd door al die lichten en noem maar op. Dus hun voortbestaan is daar eigenlijk niet meer gegarandeerd. En Suriname heeft wel de stranden, want hier kan men niet bouwen. Want op onze stranden, die bewegen constant. Als je een bouwsel daar neerzet, dan is het na 2, 3, soms 5 jaar, wordt het door de zee weggenomen. En dan, want de kust beweegt constant. Hè? Dus hier heb je afbraak en daar heb je weer opbouw. En zo zie je in een golfbeweging dat onze kust in een bepaalde cyclus van 20, 40 jaar zo constant verandert. Dus je kunt daar niet bouwen. Dus voor die zeeschildpadden is het ideaal. Want dan worden ze niet verstoord door vreemde bouwsels van de mens. En ze zijn gegarandeerd dat ze altijd legstranden hebben. Dat kan je niet zeggen van die andere mooie zandstranden in het Caribisch gebied. Ideaal voor de zeeschildpadden. Maar door het massatoerisme zijn ze daar niet meer welkom. En meneer Sleur, nu eenmaal over schildpadden heeft.
probio's kijken ze ook om naar beschermde dieren? Ja, natuurlijk. De naam zegt het al. Protect our biodiversity. En ook de andere beschermde dieren. En ik weet zeker dat je de jaguar hiermee bedoelt. Die waarvan we weten van dat er een aantal in de afgelopen dagen bij Reeberg zijn doodgeschoten. Ja, het is triest. Van de jaguar is een heel mooi dier om te beginnen. Ze zijn niet zo gevaarlijk zoals heel veel mensen denken. Ik bedoel, ik ben vaak genoeg in mijn eentje in het bos geweest en ik weet dat die jaguar daar is. Heel veel mensen wonen in het binnenland en nagenoeg wordt er nooit een volwassen persoon. Ik praat niet over kinderen, maar dat zeg ik ook. Je hebt verkeersregels hier. Je gaat een kind ook niet in zijn eentje over de weg laten lopen. Een klein kind van 4, 5 jaar. Dan weet je dat er een ongeluk gaat gebeuren. Zo heeft het bos ook zijn gevaren. Er zijn slangen, er zijn giftige andere dieren. En een jaguar, als hij een kleinkind ziet, denkt dat het een prooidier is. Je hoort haast nooit dat een jaguar een volwassen persoon heeft aangevallen. En als dat gebeurt, is het vaak dat het dier in een hoekje wordt geduwd. Of dat je in de buurt van haar jongen komt. Ze heeft misschien een nest daar, ze heeft een paar. En je komt daar te dichtbij, dan kan het dier uit verdediging jou misschien even wat aandoen. Maar nagenoeg hoor je nooit in heel Zuid-Amerika dat een jaguar mensen heeft gedood. Dus en ik heb al gezegd, er is een uitzondering, kleine kinderen. Maar dan zeg ik ook van, het is de schuld van de ouders of van de begeleiders. Die moeten opletten dat een klein kind niet zomaar in het bos rondloopt. Want een jaguar kan zich vergissen. Maar wat wij zien, dat de dieren nu worden afgeschoten. En niet zogenaamd voor de veiligheid. Er zijn boeren die wat koeien verliezen en die bellen mij op. Die willen vaak niet dat de dieren worden afgeschoten. Die bellen natuurbeheer op. Maar natuurbeheer zegt van, wij hebben geen vangkooi, wij hebben geen verdovingsgeweer, wij hebben geen auto. Dus voor alles verzinnen ze. Ik wil niet zeggen verzinnen, vaak is het ook zo. Dat zij niet kunnen optreden, ze kunnen dat dier niet vangen, ze kunnen hem niet verdoven en misschien elders naartoe brengen. Die mogelijkheid hebben ze niet. En Probios heeft dus geprobeerd, getracht, om daar iets in te veranderen. Aanvankelijk hadden we die kooi gemaakt voor natuurbeheer, voor de jachtopzieners, om in ieder geval de mogelijkheid te hebben om een val op te zetten, om die dieren te vangen. En dan zouden wij proberen om die dieren elders naartoe te brengen. Maar die kooi is nooit gebruikt geweest, dus wij hebben hem 2 jaar geleden hebben we hem teruggeclaimd. Met de bedoeling dat wij zelf het project gaan uitvoeren, maar daar komt heel veel bij kijken. Je moet die dieren dus, vaak hoor je dus dat er jaguars koeien hebben gedood. En in dit geval was het achter bij Reeberg en Rijsdijk, waar er heel veel veehouderij is. Dus koeien, open weilanden. Dus ja, die dieren denken natuurlijk, oh, lekker mals hapje. En vaak ook als die dieren verstoord worden uit hun eigen leefgebied, ver in het bos, waar er houtkap is, goudwinning. Er wordt ook op ze gejaagd daar, vaak voor het vlees ook, maar ook om ze te verkopen aan Chinezen die er traditionele medicijnen mee maken. Nou, het is wetenschappelijk bewezen dat deze traditionele medicijnen geen enkele werking hebben. Ze zijn niet bewezen als medicijnen. En ze hebben nagenoeg bijna alle tijgers van Azië, van India, Indonesië, China, heel Zuidoost-Azië. Die tijgers zijn bijna allemaal uitgeroeid voor traditionele medicijnen. En wat krijg je? Er zijn geen tijgers meer daar te schieten of te gebruiken voor hun medicijnen. Dus nu komen ze onze jaguars hier schieten. En ze zeggen van ja, het is hetzelfde dier als nagenoeg die tijger om hun medicijnen mee te maken. Dus een jager die een jaguar heeft geschoten kan $500-$600 verdienen, soms zelfs meer. En dan gaan ze dat dier een paar dagen lang koken met huid en haar. En dan houden ze daarvan een zwarte pasta over. En die pasta verkopen ze in China voor duizenden US-dollars voor een klein potje. Er wordt al gezegd iets van 2.500 voor een klein potje van die tijger of die jaguarpasta. En je kan je voorstellen, er is vraag in China hiernaar.
de neushoorns zijn uitgeroeid omdat men de horen wil gebruiken voor medicijnen. De olifanten worden uitgeroeid omdat men die slagtanden wil gebruiken om mooie attributen van te maken, beelden en noem maar op. Andere dieren, pangolin, dat is een geschubd dier, die wordt ook uitgeroeid omdat zijn schubben gebruikt worden als medicijn. Zo zijn er heel veel andere dieren die vermoord worden. Ik zeg vermoord, want het is niet meer killing out of survival. Dus dat je een dier doodt om te overleven, om te eten of wat dan ook voor het vlees. Maar gewoon puur voor de handel, voor eigen gewin, voor hebzucht. En dan noem ik het vermoorden. Deze dieren worden vermoord om andere mensen een plezier te doen. En ja, hier in Suriname is het ook zo dus dat onze jaguars zwaar bedreigd worden nu. We hebben mooie grote bossen, maar overal in die bossen heb je houtkapwegen, buitenlanders, Chinezen, Maleisiërs. Ik bedoel, iedereen is hier welkom, maar hou je aan de wet. De jaguar is een bij wet beschermd dier. Maar deze dieren worden gewoon geschoten. En behalve dat, Suriname heeft ook jachtwetten. Dus je als jager, als je een geweer mag dragen, als je een vergunning hebt, mag je op bepaalde dieren schieten voor voedsel. Je mag geen enkel katachtige van Suriname. En dan hebben we het over de jaguar, de puma, de ocelot, de margai en de jaguarundi. Die mogen niet geschoten worden omdat ze beschermd zijn. En je ziet dat mensen toch schiet, zogenaamd. Het is een fierie van sommige jagers om te zeggen, ja, ik heb een jaguar geschoten. Terwijl het dier nooit een gevaar is voor jouw veiligheid. Maar sommige mensen vinden het lekker om zo'n dier af te schieten. En ja, wij krijgen nagenoeg nooit de kans om tijdig op te treden. Die informatie komt vaak niet voltijdig bij ons. Dus bij deze doe ik een oproep aan alle boeren, alle mensen waar er jaguars gezien worden. En het moet geen informatie zijn van 5 dagen terug of langer. Het moet recente informatie zijn. Stel je voor, er is een kalf of koe gedood. Dan moeten wij die informatie meteen krijgen, zodat wij meteen kunnen optreden. Want dat dier komt terug om te eten van dat gedode kalf of die koe. En dan, als we dan 5 dagen later pas horen van, wat jaguar, kierwan, koudrapie of noem maar op, dan is het eigenlijk al te laat. Want het bos is groot. Dus wij moeten tijdig die informatie krijgen. Maar een jager, die weet dat daar een dier is gedood, een koe, die weet dat daar een jaguar is. Die gaat daar urenlang in het bos staan wachten. Of ze maken een planning, of noem maar op. Ze zijn met meerdere en we hebben die foto's. Alleen we mogen ze niet delen. Uit privacy redenen. We weten wie de jagers zijn. En die jongens zijn zo bezig om dat dier te doden. Dat ze er nachten voor op de loer gaan liggen. Daar kunnen wij niet tegenop. Want om zo'n kooi neer te zetten, daar heb je zeker... je moet die kooi eerst er naartoe brengen. Je moet hopen dus dat dier daar naartoe komt en in die kooi terechtkomt met natuurlijk wat lokmiddelen. Maar voordat we dat hebben gedaan, is dat dier vaak al doodgeschoten, helaas. En helaas doet de overheid ook niks tegen deze barbaarse moordpartijen. Umberto Tan is vorig jaar hier in Suriname geweest. Die heeft een heel programma gemaakt over de jaguar, die hij ook bewondert in zijn programma. De jaguar is bij heel veel mensen in het binnenland een dier dat bewonderd wordt voor zijn macht, zijn kracht, zijn intelligentie, zijn schuwheid en ook zijn schoonheid. En hij wordt niet gezien als een gevaar. Je ziet het bij de inheemse, waarbij de jaguar bijna een goddelijke status heeft. Van de Maya's tot de Azteken geweest en tot onze inheemse die dat op mooie prenten en figuren zichtbaar maken. En ook de wetenschappers hebben ondertussen gezegd van, de jaguar is eigenlijk geen dier dat een gevaar is voor de mens. Wij zijn een gevaar voor zijn voorbestaan. En zeker als het gaat om die houtkap, die goudwinning, dat het bos helemaal ontregeld wordt en noem maar op. Dus daar vragen wij de overheid ook duidelijk om in te grijpen.
Want ook daar komen heel veel toeristen voor naar Suriname. Je ziet, als je in Brazilië bent, je hebt daar gebieden waar de dieren echt beschermd zijn. Duizenden, miljoenen mensen komen er naartoe om van de dieren te genieten. Ze nemen een safari-achtige trip, gaan met de boot door de Pantanaal, gaan kijken, speuren om een jaguar te kunnen zien. Weet je hoe mooi dat is? Ik bedoel, je bent in de dierentuin, je hebt daar een jaguar, maar nou, een paar dagen mee het vergeten. Maar als je een jaguar in het wild hebt gezien, je vergeet het nooit meer. Je draagt het met je leven mee, dat je zo'n prachtig moment hebt meegemaakt. Dat je een jaguar, de koning van onze bossen, hebt kunnen zien. En dan heb je andere mensen die dat dier gewoon neerknallen. En dat is triest, dat is triest. Meneer Sleur, daar wil ik u danken om Suriname Today ook te horen te willen staan. En dat u ons heeft uitgelegd wat ProBios allemaal doet. En wat jullie missie eigenlijk is om het milieu en ook dieren te beschermen. Dus meneer Sleur, daar wil ik u danken bij deze. Heel graag gedaan.